Bij een overval op een Surinaams eethuis aan de Dordtse straatweg in Rotterdam zijn donderdagavond 2 personen licht gewond geraakt. Om 9:15 alarmeerde een van de slachtoffers de politie nadat het Surinaams eethuis overvallen was. 2 mannen waren kort daarvoor het restaurant binnengekomen en hadden het personeel bedreigd met een mes. Er waren op dat moment 3 personeelsleden aanwezig in de zaak, 2 vrouwen en een man. Om een overval kracht bij te zetten verwonden de verdachten de man en een van de vrouwen. Ze werden ook vastgebonden. Daarna gingen de daders er vandoor met een onbekende buit richting het Zuidplein. De 2 slachtoffers bleken oppervlakkige snijwonden te hebben. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. De politie doorzocht direct na aankomst de omgeving van het restaurant met meerdere eenheden, maar troffen geen verdachten meer aan. De forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan en gesproken met omwonenden. De politie vraagt ook dit keer weer uw hulp in. Misschien heeft hij donderdagavond op of rondom de Dordtse straatweg iets opvallends gezien. Of misschien mogelijk nabij het Zuidplein. Neemt u dan contact op met de politie via 0900 88 44.